Zo, we staan dus nu buiten bij het... Zo, ben je blij en met... Ja, blij. Maar ben je blij en met de keuze die we hebben gemaakt? Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag maandag 17 oktober 2022. En het is al laat in de middag jongens. Het is 14:45. Ja. Roos dan met de hondjes. En ik ga even een pakketje even unboxen. Dus ik wens jullie gewoon weer voor altijd heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou altijd. Ja, ik hoop het wel. Dus heel veel kijkplezier jongens. Ja, zoals ik dus al zei. Ik heb een... pakketje binnen. Een heel groot pakketje. Ja. Kijk, een heel groot pakketje. Dus die ga ik even met jullie openmaken. Ik haal eerst even het af, want voordat ik mezelf lul, is dat niet handig. Nee. Kijk, heb ik die er alvast af. Even tweede dan vanaf halen. Kijk. Daar is ik al. Het is een heel groot pakketje. Nou, ik pak even mijn briefopener erbij. Helemaal goud. Hartstikke dik. Kijk. Even kijken. Het was mijn briefopener even in twee stukken. Oh, nee wel. Kan gebeuren. Hè? Dat kan gebeuren. Ja hoor. Maakt helemaal niet uit. Had het maar geen briefopener moeten zijn. Nee. Zo, die heb ik open. Ik weet al wat erin zit. En nu jullie nog. Kijk, een hele mooie doos. Zien jullie wat? Ik voel wat, maar jullie zien niks. Hier, het is zo'n klein pakketje. Er zit niks in. Zo'n klein pakketje. Nou, en een bonnetje. Nou, joepie de poepie. Snap jij het nog? Zo'n klein pakketje. Maar doe het dan even in een andere... Nou ja, wat zou ik zeggen? Doe het gewoon even in een kleinere doos of zo. In plaats in zo'n groot iets. Ik snap dat dan weer niet, hè. Dan willen ze allemaal milieu besparen. Prima, daar ben ik het dan wel mee eens. In grote lijnen. Maar waarom moet het dan in... Kijk, net zoals dit is heel veel plakband. Waarom zoveel plakband? Waarom? Leg me dat dan eens uit. Waarom dan zoveel plakband? Why? En toen zat mijn vinger vast, hè? Ken je dat? Zo. Want ik probeer dus namelijk dit plakband even een beetje dubbel te vouwen. Kijk, dan zou je hier en hier dus ook weer ergens plakband hebben. Ja, tuurlijk! Alleen waar het begin en eindigt, weet ik niet. Zoek ergens wat vinden. Ja. Maar ik heb het er wel. Tjaka, jee. Kijk, heel mooi. Ja, het is voor deze stoel. Dat is een gasveer, jongens. Dit is een gasveer. Een gasveer.
Ja, veertje die is wel lekker om je. Nee, wat grapje. Maar dit komt dus onder mijn stoel zodat ik wat hoger kom te zitten. Nou zit ik een beetje laag, want ik zit nou precies met mijn borsten, zeg maar, precies en tegen mijn ding aan. En dat vind ik niet fijn. Nee. Dus dat gaan we even oplossen. Zo, we staan dus nu buiten bij het bloemenkabinet. Ja, hier in Voorburg. We mogen binnen filmen, maar we mogen het personeel niet filmen. Ja, hier staat er gekleurd op, schat. Dus, maar we hebben nu net hele mooie dingen uitgekozen. Dus we mogen het filmen, dus daar ben ik heel blij mee. Zo, tegenlicht. Zo. Ja. Mag ik naar YouTube kijken? Tuurlijk, uiteraard. Schat. Ja. Nee. Goedemiddag. Waar ben je nou dat rouwbegaansbusje te maken? Ja, dit is een rouwtak. Met een liggend boeketje, zeg maar. Waar moet jij nu heen dan? Ja, moet helemaal naar de buiten. Moet je overstappen dan? Gaat hij helemaal naar de oostzijde? Dan is het wel een einde. Zo, ben je blij en met... Ja, blij. Maar ben je blij en met de keuze die we hebben gemaakt voor het boeket? Dat werkt niet mee. Wat zei je nou? Ik ben er tevreden mee. Kijk, dat is heel mooi. Blij toch? Hè? Blij is wat anders. Ja, oké, maar tevreden. Ja, dat zeg ik toch. Blij, tevreden, weet ik het allemaal. En ja, ik snap Linda ook wel weer dat ze niet blij is met mijn haar. Nee. Met Matt en mijn mooie uitgroei. Ik snap dat ook wel weer een beetje, maar dat weet ik niet. Aloha. Aloha. Dus. Rodi loopt nu achter me aan, nou, leuk. Grappig. Kijk. Ja, en Roos, laat Ro maar een beetje zijn gang gaan. Want hij moet ook weer morgen rijden, ik ook. We gaan achter elkaar aanrijden. Ik denk dat ik voorrij. Morgenmiddag tussen kwart voor twee en denk vier uur dat jullie mij mogen gaan missen. Ja. En eens even kijken wat we hier hebben. Maar, nee. Niet echt iets voor mij. Dat ga ik toch never nooit eten. Eurotje. Hey, maar wat was een eurotje? Appel chip met gaatjes erin. Met gaatjes erin. En een geplette peer. Een geplette peer. Kijk, ik vind dit wel lekker, maar dit ga ik never nooit eten, jongens. Nee. Dit ook niet. Ik weet niet. Ik vind deze niet echt lekker, deze pokeballs. Nou, en daarbij, het is niet eens een pokeball, het is namelijk een salade. En geef mij maar gewoon een pokeball, daar ben ik blijer mee dan dit. Ja, een pokeball is een rijst. Achterham. Ja, achter, ja. Verzwaard. Onderham, ja, middenham en achterham. Ja, maar verzwaard vind ik niet echt lekker. Oké, dan doe je het niet. Nee, ik niet, nee. Ja, precies. Inderdaad, schat. Inderdaad. Ja. Goed dan. Ja. Ga toe, gang. Alsjeblieft. Ga maar. Toe. Helemaal niet erg. En ik ben blij dat ik mijn haar weer laat groeien. Echt wel. Alleen ik heb geen inspiratie hoe ik mijn haar moet doen. Dus... Heb je een inspiratie? Laat het even weten hieronder.
Ik zit er klaar voor mijn studie. Ja, alleen ik moet even zo de map nog pakken, maar dat komt wel goed. Maar voor de rest, ik zit er al helemaal klaar voor. Ik heb mijn mail voor mijn neus. Ik heb waar dingen op genomen moet worden, heb ik voor mijn neus. Ik ga wat anders even afsluiten, want anders kan het traag gaan worden. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus ja, ik ben benieuwd. En hoop ik dat het goed gaat. Ik heb net al even weer even medicijn ingenomen. Jop. Dus ja, we gaan het even afwachten. Slaapkamer. Dat betekent dat ik dus ga slapen. Dus, vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan, want dan blijf jij namelijk op de hoogte. Doe het duimpje omhoog. En laat even een leuke reactie achter. Dat zou ik heel tof vinden. En dan zou ik zeggen, dankjewel weer voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.